In deze video gaan we kijken naar examen 2019, tijdvak 1, wiskunde B, HAVO. En we gaan kijken naar vraag 6 en 7. En ik heb hier twee functies, twee exponentiële functies. En die hebben dus een snijpunt in punt A. En wij moeten gaan berekenen hoe het zit met de coördinaten van punt A. En als je wil weten wat punt A is, dan moet je natuurlijk deze twee functies aan elkaar gelijkstellen. En fx is dan 2 tot de macht een half x plus 3. En gx is 4 tot de macht x. En wat nou een beetje jammer is, die grondtallen zijn ongelijk. Als ik er nou voor kan zorgen dat die grondtallen gelijk zijn, dan kan ik de exponenten aan elkaar gelijkstellen. Nou weet ik het volgende over 4. Die kan ik namelijk schrijven als 2 tot de macht 2. En dan zul je zien dat ik gelijke grondtallen heb. Want 2 tot de macht 2 tussen haakjes tot de macht x is 2 tot de macht 2x. En dat is mooi, want dan kan ik de exponenten aan elkaar gelijkstellen. En dan heb ik heel snel mijn x-coördinaat. Dan heb ik alleen nog nodig mijn y-coördinaat. En dan maak ik het mezelf makkelijk. Dus ik ga kijken naar gx. Dus ik ga in gx de x vervangen door 2. En dan heb ik dus mijn y-coördinaat. Dus a is 2, 16. Dan gaan we naar vraag 7. Nou, de formule bij f is I is 2 tot de macht een half x plus 3. En I is uitgedrukt in x. Maar de vraag bij 7 is druk x uit in i. Dus ik heb i is en uiteindelijk moet ik daarvan maken x is. Dus ik moet een paar stappen zetten. Nou, de eerste stap is denk ik een hele makkelijke. Is niet goed voor punten. Maar laat ik die x nou eens naar de linkerkant brengen. Dus ik draai hem om. En dit doet me een beetje denken aan het volgende. Aan 2 tot de macht x is 8. Die kan ik namelijk heel makkelijk oplossen met een logaritme. Hè? Dus dan krijg ik x is 2 log 8. En 2 log 8 is weer 3. En natuurlijk had je al gezien dat x 3 moet zijn. Maar het leuke is, ik kan dit gewoon 1 op 1 kan ik dit overnemen. Dus ik zet er even een pijltje bij. En dat is op zich wel aardig. Want ik kan dus schrijven, een half x plus 3 is 2 log i. Nou ja, en als je dat voor elkaar hebt, ja, dan ben je eigenlijk al zo goed als klaar. Hè? Want je brengt die 3 naar de rechterkant. En dan krijg je natuurlijk min 3 aan de rechterkant. Hè? En dan ga je links en rechts vermenigvuldigen met 2. En dan heb je x uitgedrukt in i. En dan heb je 3 punten verdiend. En dan zijn we aan het einde gekomen van deze video. Tot de volgende keer.